Goedemorgen, het is woensdag en welkom bij een nieuwe vlog. We zijn wakker, we zijn aangekleed en we gaan zo lekker door de regen heen. Ron is ook weer thuis, dat ging hem niet worden natuurlijk. Dus, als ik ergens niet tegen kan, is het meestal om me heen. Als ik aan het werk ben. Maar goed, ik ga het mijn dingen doen. Maar verder niet veel op de planning, geloof ik. Nee, lekker makkie aan. Ik ga me maar eens nuttig maken. Mijn kwasten wassen met spitsel. En schoon. We gaan eten en ze eet pizza. Zie? Ja. Lekker? Een hele goede morgen. Het is donderdag. 8:00. Lekker vroeg. Vergeten de vlog af te sluiten gisteren. Nou ja, vergeten. Ik ben zo beroerd geweest weer. Wauw. Beetje te veel koolhydraten gehad gisteren. Dus, maar het gaat wel weer. Meiden zijn naar school, wonen ze aan het werk. Ik ga even mijn dingen doen en we zijn suf als een konijn. Morgen. Dus, schoen aan, jas aan. Let's go. Naomi is lekker creatief geweest. Heb ze zelf getekend. Kijk hè. En ik eet broccoli met een shitload aan champignons. En we gaan de vlog weer afsluiten. Ja, ik sluit hem af vandaag. Dus het is bij 7 of zo. Ik ga dus de video weer douchen. Ik moet echt mijn haar wassen. Want dat staat helemaal stijf van de... Hoe noem je dat spul? Droogshampoo. Was ik iets enthousiast mee vanmorgen. Dus, nou, niet veel gevlogd vandaag. Maar ik had het tering te doen ook. Morgen is dat wel anders. Morgenochtend heb ik het druk. Morgen moet ik werken. Thuis. Een hoop dingen wegwerken voor de site. Dan komt Debbertje. Dat is mijn derde kind. Nichtje van Roon is mijn derde kind. Mijn derde dochter. Dan komen de meiden thuis. Ze vroeg thuis. Dan gaan we fotoshooten. En foto's maken. En dan ga ik eten maken. En dan ga ik klaarmaken voor de ijshockeywedstrijd weer morgenavond. Dus, super zin in. Maar ja, wel een rete drukke dag. Dus ik hoop dat het allemaal goed gaat. Dus. Dat is gewoon een stopwoordje voor mij. Dus. Maar goed. Ik zie jullie morgen, ja. Doei. Een hele goede morgen. Het is vrijdag, 8:15. Klaar om te vertrekken. Jasan.
go. Dus, kort dagje vandaag. Alles komt vroeg thuis. Dus, en Debbertje komt dadelijk. Dus ik wil nog even een hoop doen voordat alles binnenloopt. Dus, let's go. Je bent thuis. Ja. Ja. Weekend. En Debbertje is daar. Hoi. Draak 2. Gaan we doen dadelijk wat? Foto's maken. Mm-hmm. Ja, ik blijf lekker zitten. Blijf je zitten? Ja. Okay. Doei. Zijn we bij de Uithof. Gezellig. Madrasje. En de bar. Even kijken dat ik mijn nek niet breek. Het zal wel lullig zijn. Doe maar niet, hè? Breukvloggie. Nee, doe maar niet. Ik ga het even als de wielen weer de vlog afsluiten. Het is 11:45. Ja. We zijn een half uur thuis of zo van een ijshockeywedstrijd die ik niet helemaal heb gezien. Want ik ben na de tweede helft ben ik in de auto gaan zitten omdat ik het zo koud had. En ondanks mijn dekentje omgeslagen, ik werd niet warm en ik weet dat het fout gaat. Dus ik heb tegen de meiden gezegd van, mama gaat in de auto zitten. Vanuit tegen Deppe Rachel, Nia was er niet. Mama gaat in de auto zitten, zet de kachel aan en ik ga opwarmen. Wil je naar huis? Nee, want we gingen vanavond met een doel daarheen. Omdat Ras heel graag met een speler van Heijs op de foto wilde. En mijn doel was dat gewoon te laten slagen. En het is gelukt. Zet de foto. Zie je als het goed is zo voorbij komen. Kind helemaal happy, ik helemaal happy. Maar ik ben blij dat ik thuis ben. Dus ik ga gauw mijn make-up hier afhalen. En ik heb Leroy ontmoet. Die volg ik al een hele tijd op Insta. En dat is een super schat van een jongen. Leroy, je hebt een toppertje en ik vond het super leuk. Die had gezien op mijn Insta-stories dat ik in de auto zat. En hij zegt, zit je wel uit? Of ja, zal ik naar je toe komen? Ja, doe maar. Leuk, gezellig. Even een snelle meet and greet van Insta. Dus dat was gewoon super spontaan en super leuk. Echt. Het is mijn avondkeer niet meer stuk. Maar deze meid is geslacht. Dus ik ga gauw mijn make-upje eraf halen. En mijn bed in. En morgen ga ik chillen. Helemaal chillen. Doei. En een hele goede morgen. Het is zaterdagochtend. 9:30. Oh. En ik ben wakker. Nou ja. De restanten ervan. En ik ga even boodschappen doen, niet op een wedstrijd, maar ik heb het zo koud nog. Dus ik ga niet buiten langs de zijlijn staan. Waarom blijf je nou niet staan? Dus. Ja. Ik heb wederom niet veel te plannen, ik wil alleen even nageltjes doen. En ik moet nog even wat wegwerken. Dus. Lekker chill. Het is echt koud, joh. Het is 5 graden. Nee, ik ben niet warm te krijgen. Dus, we gaan weer. En we gingen naar de HEMA. En die zit in chill-modus. Zie, gisteren leuk hè? Foto geweest hè? Ja. We gaan even lunchen. En ik heb als je eten sla, appeltjes en ik heb krokant schnitzel.
Zo. Het is donker hier, zeg. Ik ga vlog afsluiten. Het is bij half 7 of zo. Maar ik de afgelopen dagen gewoon niet veel te vloggen gehad. Dus ik ga deze vlog editen. Upload en klaarzetten voor jullie. En dan ga ik opruimen beneden. Dan ga ik mijn make-up eraf halen, douchen. En dan ga ik lekker chillen. Morgen start ik weer een nieuwe vlog. Laatste week tot de kerstvakantie. En dan hebben we even rust. Dus bedankt voor het kijken. Duimpje omhoog. En ik zie jullie morgen weer. Doei doei.